vraag over Milo, dat hij terug naar zijn geboorteland moet. Wat vindt u? We gaan van de boys van de hoed hier in interviewen van de Ash. Wat vindt u daar? Ja, ik vind het eigenlijk niet goed, omdat hij toch Nederlands aan het leren is. En hij studeert hier, dan vind ik ook wel dat hij het af moet kunnen maken. Fakka, Mattie. We zijn CWTV en wat vind je eigenlijk dat Meiro wordt teruggestuurd terwijl hij studeert hier zo in Nederland? Dat is wel jammer, man. U bent op de hoogte van Meiro, die wordt weggestuurd terwijl hij in zijn laatste jaar zit en studeert hier in Nederland. Ja, dat vind ik niet goed. Mensen die hier studeren en alles doen, die, ik vind in ieder geval dat ze nog hier moeten blijven en de studie af moeten kunnen maken. En daarna kunnen ze altijd nog verder kijken, maar in ieder geval tijdens de studie iemand terugsturen, dat vind ik niet normaal. Is wel jammer. Is kaka voor hem. Wat is de kaka eigenlijk aan? Want ik bedoel, ik zie jullie zijn ook allemaal van deze buurt. En stel voor, hij zat bij jou in de klas. Die man wil lekker studeren, dat wordt je teruggestuurd naar Somalië of weet ik van waar die komt. Het is allemaal politiek wat er over zijn hoofd uit is gestort en dat is nooit goed. Okay, heb jij misschien een oplossing hoe hij toch hier kan blijven? Nou ja, zo slim ben ik niet, want dat lijkt me, iedereen die bemoeit zich ermee en dat is al erg genoeg. Toch? Klopt, duidelijk. Gewoon blijven. Klopt. Altijd gauw hoor. Maar die man is hier, man. Is niet goed. Hij mag gewoon blijven, toch? Hij wil toch studeren hier? Dus hij is al 10 jaar hier zo. Ja. Dan moest hij hem eerder wegsturen, hebben ze niet gedaan. Nu moet je hem laten blijven, toch? En als hij in november geen studie vindt, dan moet hij terug naar zijn geboorteland. En vindt u dat wel goed? Nou ja, natuurlijk, dat is dezelfde situatie. Dat vind ik ook niet bijzonder goed. Het hangt een beetje met elkaar samen, vind ik. Studiebeurs en studie. Maar sowieso dat iemand teruggestuurd moet worden als hij hier studeert. Ik vraag me of dat een goede oplossing is. En anders, misschien gaat zijn toekomst wel weer slechter erop. Ja, maar ze zeggen dat hij, als hij een nieuwe beurs vindt, dat hij dan mag blijven. Sorry? Dat is bijna 10 jaar. Bijna 10 jaar, dat klopt. Maar ze zeggen dat, dat na zijn 18e hij gewoon weg moet. Dat de afspraak was. Kijk, jullie trekken mensen aan en jullie gooien ze weg. Jullie trekken ze aan, moeten ze hier blijven. Dat is ook net als wij Marokkaan. Jullie halen ons, arbeiders. En nu zegt Gerard weer, dus wij moeten weg. En zelf dan moet je van moeten blijven. Jullie hebben ons die dingen geschreven, kom bij ons werken. En dan zeggen jullie, wij moeten op deze weg. Kan niet dan, we hebben voor jullie doekoe gemaakt. Jullie moeten ons hier laten. Dan vind ik in ieder geval dat je zijn examen nog moet kunnen doen. En daarna kan je altijd nog verder kijken. Maar dan in ieder geval nog de kans geven om zijn examen te halen. Heb je misschien een boodschap voor de regering dan? Wat ze... Gewoon blijven toch? Ja. Ga weer luisteren. Ik kom jou halen, jongen. Ga weer luisteren. Jullie willen ons trekken, wij gaan niet meer weg, wij blijven. Hij wil ook profvoetballer worden. Denkt u dat dat ook in zijn eigen land kan? Dat weet ik niet, ik ben niet zo op de hoogte van de situatie in Turkije over profvoetballer worden. Maar dat is een ander verhaal dan een studeren, denk ik. Dat is wel zielig, man. Hoe gaan dan niks te eten, man? Jullie halen ons weg, wij komen nog een keer terug. Gebruik maken van ons? Ja, dan blijf wij gewoon hier. De beslissing gaat binnenkort vallen in november. Dus als hij geen studiebeurs krijgt, moet hij weg. Wat vind je daar nog van? Ja, dat is heel, heel, heel erg. Dankjewel voor je Ja, graag gedaan. Iemand die studeert en gewoon, opeens weg moet en na 10 jaar in Nederland zit, goed Nederlands praat. Heb jij misschien een boodschap voor de regering? Wat ze kunnen doen? Aftreden. Duidelijke taal. De CWTV represent. Dit was Garfi. Rotterdam Noord, Rotterdam Kruisweg. Sowieso represent, de boys van de Ash. En dankjewel voor de interview. Dankjewel voor je interview. Als hij een nieuwe studie vindt, dan mag hij blijven. Ja, dat vind ik wel een goede...